Hoi, welkom bij Medium Legt Uit. Ik ben Desiree van Witte Wolf. Vandaag gaan we het hebben over gidsen. Ja, wat zijn gidsen? Je hebt een soort van verzamelnaam en entiteiten bestaan uit gidsen, overleden personen, dieren, engelen, aartsengelen, demonen. En een paar uit deze opsomming zijn wat negatief. Dus ik zie het zo voor me. Je hebt entiteiten. Dat is dan alomvattend. En dan heb je begeleiders. De mensen, of moet ik zeggen, de positieve entiteiten die het goed met je voor hebben. En dat kunnen zijn je gidsen, je engelen en overleden geliefden. Heel veel mensen die denken bij het woord gids ook aan overleden geliefden. Ik maak er onderscheid tussen. Dat doet niet elk medium, maar ik wel voor de duidelijkheid. Een gids is namelijk bij je van voor je geboorte tot en met na je dood. En een overleden persoon... Iemand die je hebt gekend, is dat dus overduidelijk niet. Een overleden persoon heeft zijn eigen taken. En soms val jij onder die taken. En soms moet hij weer verder met zijn levenslessen. Nu als entiteit zijnde. En gidsen, ook zij hebben hun eigen taken. Maar jij bent daar een groot onderdeel uit. Dus ik vind het altijd heel fijn als mensen contact willen leggen met hun gidsen. Zodat ze hun eventuele geliefde overledene... wat meer los kunnen laten en wat meer hun eigen gang kunnen laten gaan. Hoe moeilijk dat natuurlijk soms ook is. Een gids heb je meestal gekend vanuit een vorig leven. Dan is het bijvoorbeeld je broer of je partner geweest of een nichtje. Je had er in ieder geval wat mee. En meestal ook uit meerdere vorige levens. En die gids heeft dan ook momenteel de gedaante van het leven waarin je hem of haar het best hebt gekend. Sommige gidsen hebben zelfs een wisselende gedaante, omdat je ze uit meerdere levens goed hebt gekend en ze je die allebei willen laten zien. Ook al kun je misschien gidsen niet zien, zorgen ze toch voor de juiste gedaantes, zodat je ze onbewust wat meer herkent en dus vertrouwt. Gidsen zijn mensen gewoon met een ziel, maar dan als niet meer levend persoon en hebben een eigen karakter. Dus sommige gidsen zijn net als sommige mensen verlegen of uitbundig of nog een beetje nieuw of wat meer ervaren. En zij communiceren ook op een bepaalde manier met jou. Dat ligt eraan welke gaven jij hebt of hoe jullie vroeger, toen jullie nog samen leefden, hebben gecommuniceerd. En deze communicatie bestaat vaak uit dromen, tekens laten zien, in een hoekje staan en je aandacht trekken. En als je kijkt, dan is er niemand. En zo heeft elke gids een eigen manier om contact met je te leggen. Iedere persoon heeft meerdere gidsen. Weet je, één persoon kan ook nooit alles. Dus één gids kan eigenlijk ook niet alles. Daarom hebben ze taken verdeeld. Er is altijd een gids die is er bij jou voor de kleine keuzes. De dagelijkse dingen. Dan is er nog een gids die meekijkt omdat hij wat nieuw is en het wil leren. En dan heb je een gids die kijkt, blijf je wel op je pad, zeg maar. Die is er voor de grote life-changing keuzes. Ik noem nu al een paar keer trouwens een nieuwe gids. Wat ik daarmee bedoel is, wij hebben allemaal een ziel. En soms ben je een gids. En soms ben je een mens. Dat kan dus allemaal. En net zoals bepaalde levenslessen voor een mens nieuw zijn, zijn bepaalde taken van een gids ook nieuw. Een gids kiest ook een naam. Maar ook dit kan soms weer verschillen per medium, omdat gidsen eenmaal verschillende namen hebben gehad. Meestal proberen ze wel een naam te kiezen en die aan te houden, zodat jij ook een aanspreekpunt hebt. Omdat alles energie is, en wij hebben dan nu wel als mens een lichaam, iets stoffelijks, kun je je gids waarnemen. Sommigen van jullie hebben misschien dat al gedaan. En ik geloof er ook wel in dat op het moment dat je overlijdt, dat je je gidsen ook kan zien. Omdat je dan in een soort van wereld bent waarin je entiteiten wel kunt waarnemen. Ik denk dat mediums een beetje met één voet in de nuchtere wereld, stoffelijke wereld moet ik eigenlijk zeggen, staan. En met één been in de energetische wereld. Dus dat was het in het kort voor gidsen. Dus bedankt voor het kijken en abonneer vooral als je meer van dit soort filmpjes over het paranormale, spirituele of misschien zelfs gewoon life coaching dingen wilt zien.